Dames en heren, ik ben iets op het spoor. Ik heb het vermoeden dat de publieke omroep totaal, maar dan ook totaal, geobsedeerd is door de Elfstedentocht. Het klinkt als een krankzinnige theorie, maar probeer even met me mee te gaan. Ik heb een paar signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld, bij één vandaag zag ik deze week dit. Een man die de Elfstedentocht probeert te voorspellen door naar zijn kat whisky te kijken. En wat heeft u nou aan whisky als u naar het weer en naar het schaatsweer moet kijken? Nou, ik kijk naar zijn vacht, hè. Hij is niet echt heel dik in de vacht en dan verwacht ik eigenlijk ook geen strenge winter. Een jaar of vijf terug, toen was het bijna een Elfstedentocht en toen was hij echt heel dik in de vacht. Maar het is wel precies wat ik altijd zeg als mijn vriendin vraagt, vind je me dik? Nee joh, wordt gewoon een strenge winter, whisky. En laatst, ander voorbeeld, zond de NOS integraal de Elfstedentocht van 1997 uit. En dan denk je, oké, weird, maar oké. Maar toen zijn ze daarover gaan live bloggen. Over die Elfstedentocht van 20 jaar geleden. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Ja, precies. Maar afgelopen maandag werd een nieuw hoogtepunt bereikt. Erik Hulzenbos zat bij DWDD om te praten over de Elfstedentocht van 2012. En dan denk je, er was helemaal geen Elfstedentocht in 2012. Maar niet uit. 2012, toen leek het er heel even op. Het was spannend. En die persconferentie was tijdens ons programma. Die begon om 7 uur in Leeuwarden. Erben Wennemars zat aan tafel. En die wilde dat die wil bij leven nog een keer die Elfstedentocht rijden. Hij was zo zenuwachtig als hij dan maar volhoudt. En dan zien we dat moment dat Erben erachter komt, hier aan tafel, dat het niet doorgaat. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Ja, dat is toch jammer? Jongens, de voorpret is begonnen. Ik dank jullie wel. Dus, omdat het een paar dagen gevroren heeft, zitten we nu te kijken naar Erik Hulzenbos. Die zit te kijken naar Erben Wennemars. Die zit te kijken naar een persconferentie waarin wordt verteld dat de Elfstedentocht niet doorgaat. We zijn nu dus al op het punt dat we nostalgisch worden van een Elfstedentocht die niet doorgaat. En dat is heel fijn, want dat gebeurt eigenlijk elk jaar. Geen Elfstedentocht is de nieuwe Elfstedentocht. Onze verslaggever Tex de Wit is alvast gaan peilen hoe het staat met de geen Elfstedentochtkoorts. Dus nu moet ik op een natuurlijke manier naar hem toe praten. Tex, jij staat voor ons bij een bruggetje. Ja, zeker. Ja. Zeker, Arjen. Ik sta hier bij het beroemde bruggetje van Bart Lehiem. Vernoemd naar de eerste Nederlandse schaatsbelg, Bart Lehiem. En dit is dus de route van de Elfstedentocht. Maar, en dat is het mooie, die is er dus niet. Ah, ja, heerlijk. En geen Elfstedentocht. En wat is dat voor jou? Kun je dat omschrijven? Ja, dat is gewoon het gevoel van, het gaat dit jaar gewoon niet gebeuren. It geht net on. Ja. Lekker is dat. Ja want we weten het zeker, hè? Ja, de rajonhoofden hebben elkaar al jaren niet gesproken. En vanmiddag heb ik zelf voor de zekerheid nog met een boor gemeten hoe dik het ijs is. En die boor ligt nu op de bodem van de Bonkenvaart. Lekker, Tex. En weet je wat ik ook zo leuk vind? Is dat je overal ziet dat er van die dingetjes worden georganiseerd. Ja, zeker. Ja. De NOS heeft aangekondigd dat ze gaan live bloggen over de Elfstedentocht van 2004 die niet doorging. Oké. Dat weet ik nog. Daar was toen geen sprake van dat die doorging. Oh, ja. Hey, en jij hebt ook een jubileum zelf, hoorde ik. Dit jaar rijd ik de Elfstedentocht voor de 20e keer op rij niet. Kijk. Wow. Nul kruisjes. Ja, wow. Goed man, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik weet niet of jij dat ook had, maar ik heb deze week heb ik zo genoten van Erik Hulzenbos. Ja, die naar Erben Wennemars kijkt. Ja, die hoort dat de Elfstedentocht toch niet doorgaat. Ja, precies, ja. Ja. Prachtige ja. Beelden. Ja, ik sta hier ook. Dat was heel mooi. Arjen, ik sta hier ook naast schaatser Bob de Jong. En Bob, jij hebt die beelden natuurlijk ook gezien. Wat vind je daar nou van? Ja, duidelijk een emotionele vries die net te horen krijgt dat de tocht gewoon weer niet doorgaat. Ja. En hoe vaak denk jij aan die beelden van Erik Hulzenbos die kijkt naar Erben Wennemars, die hoort dat de Elfstedentocht niet doorgaat? Ja, dagelijks. Ik word, ja, weer loop ik eigenlijk vol. Ja, het is een beetje kippenvel. Ja, Arjen, ik sta hier met een aangeslagen Bob de Jong, ja, kan prachtig, ik wel zeggen. Ja, Tex. Heel mooi om te horen van Bob. Ja, van vind ik ook, ja. Naast mij zit schaatser Karien Kleibeuker. Karien, ja. Goedenavond. Wij hebben net zitten kijken naar Bob de Jong. Ja. Je bent geëmotioneerd, zie ik. Ja, ik zie dat...
hoe Bob reageert, op hoe Erik reageert, op hoe Erme reageert. Ja, ja. Dat Elf steeds nog niet doorgaat. Ja. Ja. En dat doet wat met je. Ja, ja, snap ik heel goed. Prachtig. Dankjewel, Karim. Dankjewel, Tex ook. Dankjewel, Bob de Jong. Dit was Zondag met Lubach. Bedankt voor het kijken. Heel veel plezier met je week. Hoi. Vond je dit leuk? Kijk dan ook een andere video. En vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.